De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken heeft op diverse locaties onwettige bouwsels op bermen laten verwijderen. Zo is gisteren een groentestand op de berm langs de Manoëijnenstraat te Zorg en Hoop verwijderd en dinsdag is een in aanbouw zijnde pand langs de nieuwe highway gesloopt. Daarnaast is langs de Vierkinderweg ook een bouwwerk van de berm verwijderd. Dat bedoeld was voor een car wash. Het ministerie laat in een persbericht weten dat deze bouwsels, waarvan er geen vergunningen zijn uitgegeven, voor veel overlast zorgden bij buurtbewoners. Deze hebben dan ook vaker aan de bel getrokken. Hoewel het ministerie de eigenaars van deze bouwsels vaak heeft opgeroepen, is er geen gehoor aan gegeven. Openbare Werken benadrukt dat de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de enige instantie is die een vergunning kan verlenen voor een eventueel bouwwerk langs de openbare weg. Momenteel worden er ook geen nieuwe vergunningen uitgegeven om op de bermen te bouwen.